Sranankrakti is de eerstvolgende tentoonstelling van Stichting Villa Sapakara. De tentoonstelling gaat over de rijke cultuur en natuur van Suriname. De stichting heeft vanmorgen een sponsorovereenkomst getekend met de Suriname Conservation Foundation, SCF. Met de financiële ondersteuning van SCF is Villa Sapakara een stap dichterbij de realisatie van de tentoonstelling die in april 2019 van start gaat. Volgens Dakaya Lens, directeur van Villa Sapakara, wil de stichting met de tentoonstelling de gemeenschap meer respect en waardering bijbrengen voor wat Suriname rijk is. Bovenal ook respect en waardering voor de mens zelf. Dus in deze tentoonstelling zullen mensen hun eigen kracht op kunnen laden middels de verhalen van andere mensen die ze tegenkomen in de tentoonstelling, die met hun kracht al een bijdrage leveren aan de samenleving. Ik zei u dat we al vanaf 2016 bezig zijn om de tentoonstelling te ontwikkelen. En dan kijk je naar het doel dat je wil bereiken. Doel wat je wil bereiken met je tentoonstelling. En dan ga je op zoek naar stakeholders die ongeveer dezelfde doelen nastreven. En SCF, omdat zij ook erg bezig zijn met de natuur, weten zij een goede partner. En het is gebleken, want vandaag gaan we kunnen ondersteunen. Volgens Henna Uiterlo, directeur van de Suriname Conservation Foundation, staat SCF altijd klaar om natuurprojecten te financieren. Daarom ondersteunen zij dit project van Villa Sapakara. Voor ons is belangrijk dat de biodiversiteit van Suriname in stand blijft, beschermd wordt en natuurlijk nuttig gebruikt wordt. Alles dat daarin is, dat het natuurlijk ons voordelen kan opleveren en dat we daarvan als Suriname als land gebruik van maken. Dus in grote lijnen is dat, dat de reden waarom de Suriname Conservation Foundation deze overeenkomst met Villa Sapakara heeft getekend. Het gaat erom dat onze jeugd, onze jongeren, al op jonge leeftijd leren weten, leren kennismaken met de natuur, met de biodiversiteit, de rijke biodiversiteit die hun land heeft. En hoe ze daarmee moeten omgaan en dat ze dat mogen en kunnen behouden voor onze toekomst. Henna Uiterlo, directeur van de Suriname Conservation Foundation. Zij sprak vanmorgen na de ondertekening van de sponsorovereenkomst met Stichting Villa Sapakara. De stichting maakt zich klaar voor de tentoonstelling Sranankrakti, die in april 2019 van start gaat.